Alles of niks, zei onze premier tijdens zomergasten. En waar had Rutte het over? Die had het over de Nederlandse waarden. Alleen die waarden, die kunnen niet op zich. Daar hoort een waarde bij, die zijn we vergeten. En daarom wil ik bij deze een pleidooi houden, een pamflet voor de waarheid. Nou, dat we de waarheid uit het oog verloren zijn, dat leidt tot verwarring. Nou, er zijn legio voorbeelden van. De Brexit-campagne waarin politici de bevolking voorlogen. En als experts daar iets van zeiden, dan had the country enough of experts. De buik vol van experts. Ik had laatst een vriendin van me die me vertelde over haar zorgen en de grote vraag die zij had over of ze haar kind nou wel of niet moest inenten. En ik zei natuurlijk, ja, natuurlijk moet je je kind inenten. Dat is goed voor het kind en dat is goed voor de volksgezondheid. En toen kwam ze met het punt, ja, maar op Facebook had ze dan gelezen dat je van vaccinaties, dat je er autisme van zou kunnen krijgen. Nou, dat is echt een bekend onzinverhaal. En dus ik verwees haar zo van, nou ja, ga maar kijken op de website van het RIVM. Het instituut wat er in Nederland over gaat. Haar reactie, het RIVM. Joh, really? Dat zijn toch die mensen die gelieerd zijn aan de farmaceutische industrie? Die willen alleen maar vaccins verkopen. Het RIVM tegen Facebook. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld waarin we dus de waarheden van Facebook gelijkstellen aan de waarheden van het RIVM. En dan zijn we echt de weg kwijt. We zien die verwarring ook terug in het onderwijs. En een voorbeeld was dat een docent een filmpje liet zien over 9/11 en de aanslagen in New York. Twee leerlingen springen op en willen hun eigen filmpje laten zien. En dat was dan een versie waarin zou blijken dat het toch een Amerikaans, Joods-Zionistisch complot zou zijn geweest. Nou, dat is op zich natuurlijk prima, hè? En vanuit het oogpunt van respect en tolerantie kan je in zo'n klas die verschillende waarheden naast elkaar laten zien. Maar dan komt het, want wat doet de docent vervolgens? Die zegt, nou ja, oké. Dus jouw waarheid, dat is de andere waarheid, die kunnen naast elkaar bestaan. En dan heeft zo'n docent natuurlijk volstrekt uit het oog verloren dat er wel zoiets is als de waarheid. En waar zou het onderwijs zijn zonder dat streven naar die waarheid? Nou, de vraag is natuurlijk, wat kan je nou zelf doen? En het allereerste is, zet die waarheid weer hoog in het vaandel. En hoe doe je dat dan? Nou, als iemand onwaarheden verkondigt, zegt er wat van. Als iemand zegt, ja, dat is jouw mening, of dat is ook maar een mening, zoals onze koning zei. Accepteer dat nou gewoon niet. Over heel veel dingen kan je gewoon in gesprek en kan je met elkaar zoeken naar de waarheid. Blijf dat doen. Sta niet toe dat experts worden afgebrand. Want die mensen die hebben ervoor doorgeleerd en die weten er echt wel meer van dan de eerste de beste op Facebook. Dus accepteer niet dat politici liegen. En als ze liegen, stem dan niet op ze.